Hoi, ik ben Robbe en welkom bij Python in de klas. In deze tweede les zullen we het hebben over hoe je een variabele aanmaakt, wat de datatype string precies is en hoe je het resultaat naar het scherm kan printen. We vliegen erin. Dus, we gaan vandaag leren wat een variabele precies is, waarom we dat gebruiken bij het computationeel denken, hoe je die kan gebruiken bij Python, wat een string precies is, want dat klinkt een beetje raar, en hoe je dat kan toevoegen aan een variabele, en hoe je die inhoud van die variabele, dus onze string, kan printen naar het scherm en dus kan tonen aan de gebruiker wat er eigenlijk aan de hand is. Wat is nu een variabele? Een variabele kan je het best beschrijven als een soort van doos. Beeld je een fysieke doos in en je kan aan die doos een naam toekennen. Precies alsof je op de zijkant bij een verhuis schrijft van hier zitten de spullen in van het kantoor of hier zitten de boeken in, hier zit het keukenmateriaal in. En we kunnen daar dus informatie in bewaren. Die doos heeft dus een naam, maar dus ook een inhoud. Die inhoud, dat is in ons geval bij het computationeel denken, data. Wij kunnen daar data insteken. Data, dat kan een beetje van alles zijn. Dat kan een naam zijn, dat kan een getal zijn, dat kan een uitkomst van een berekening zijn. Wij kunnen dat in die doos bewaren. Dat bewaren gebeurt eigenlijk niet in een verhuiswagen, maar in het geheugen van een computer. Zo kan die computer dat met zich meenemen en later in onze oefening of later in ons script of ons Python-programma die informatie terug ophalen. Dit is informatie die de computer zeker niet mag vergeten. Dat oproepen, dat doen we aan de hand van de naam van die doos. Gebruik dus een logische, leesbare naam. Het is verleidelijk om heel makkelijke namen te kiezen zoals ABC, maar wanneer je een grotere oefening maakt, is het handiger om variabelen een logische naam te geven. Dat wil dus zeggen dat je die variabelen, bijvoorbeeld voornaam, dat je daar de voornaam in bewaart. En niet zomaar A, B of C als de naam gebruikt van die variabele. Ook heel belangrijk, als je later programmeert, werk je niet altijd, of toch zelden, alleen. Als je de code doorstuurt naar iemand anders, en die iemand anders ziet daar A, B, C, X, Y, Z staan als naam van je variabele, is het niet altijd onmiddellijk duidelijk wat je aan het doen bent en waarvoor die code in feite dient. Het is dus belangrijk, als je die naam toekent, kies dan een logische naam. Die inhoud voor deze eerste oefening zal een string zijn. Een string, dat is geen kledingstuk, niet dat, maar het is een datatype. Dus die data die wij bewaren in onze variabele, die inhoud voor die doos, dat heeft een type. Voor deze eerste oefening is dat datatype string. Een string is eigenlijk een reeks van karakters. Eén karakter, zoals je bijvoorbeeld achter mij ziet, is bijvoorbeeld de H, de E, de spatie, een uitroepingsteken. Het is een karakter als je een sms tikt of een tweet aan het maken bent, zie je dat ook, je kan maar een beperkt aantal karakters gebruiken. Wel, zo'n tekentje is één karakter. Als we die karakters in de juiste volgorde naast elkaar zetten, dan bekomen wij even een naam, een voornaam, een adres, een zin. Aan het begin en het einde van elke string, toch in Python-code, zal je een aanhalingsteken terugvinden. Je mag zelf kiezen of je kiest voor een enkelvoudig of een dubbel aanhalingsteken, maar je mag die niet mixen. Dat wil zeggen, je mag bijvoorbeeld de string Robbe, mag je enkel doen met dubbele of enkele aanhalingstekens. Wat mag niet? Je mag niet een dubbel en een enkel gebruiken om af te sluiten of omgekeerd. Dat mag niet. We zullen ook doorheen de oefeningen merken, als we het bijvoorbeeld hebben over Lisa's nieuwe auto. Lisa's, het bezitterlijke, Lisa haar nieuwe auto, Lisa's, daar gebruiken we reeds een enkelvoudig aanhalingsteken om dat bezitterlijke te onderlijnen. Dan zal je dus moeten kiezen voor de dubbele aanhalingstekens bij het begin en het einde, want anders raakt Python in de war. Maar dus een string is een datatype. Een string is eigenlijk een reeks van karakters in een bepaalde volgorde en wij mensen kunnen daar betekenis uit halen. En die string kunnen wij opslaan in een variabele die wij een naam geven. Belangrijk, gebruik dat niet zomaar als je zal moeten rekenen. Als jij een getal opslaat als een string, zal Python het heel moeilijk of tot zelfs onmogelijk vinden om daarmee te rekenen. Dat zal dus niet werken. Onthoud dus, strings, voornamen, adressen, zinnen. Later gaan we wel zien wat we met die cijfers en die getallen precies zullen doen. Maar het datatype string gaan we vandaag mee aan de slag. Nu, ik heb een variabele aangemaakt. Ik heb daar een naam aan opgezet, die doos. Ik heb die doos voorzien van inhoud. Wij kunnen daar iets mee doen. Maar het is ook belangrijk dat wij naast die input ook een output voorzien. Die output naar de gebruiker. Natuurlijk belangrijk als je bijvoorbeeld een kassasysteem ontwikkelt op basis van Python, dat de klant, de gebruiker, kan zien hoeveel die moet betalen. Als de print ontbreekt, wordt de input aanvaard, wordt de bewerking vaak wel uitgevoerd in de computer, maar die zal jou niks zeggen wat er eigenlijk aan de hand is. Beeld je een rekenmachine in zonder scherm. De berekening wordt wel gedaan, maar ja,
Zonder scherm ben je hier natuurlijk niet veel mee. Daarvoor gebruiken we de printfunctie. En die doet eigenlijk exact wat je zou verwachten. Die zal ervoor zorgen dat onze informatie zal verschijnen op het scherm. Die printfunctie ziet er als volgt uit. Print, haakje, en dan de naam van onze variabele. In dit geval naam. Hier zou je bijvoorbeeld kunnen schrijven print totaal, print uitkomst, print oppervlakte, print omtrek of print en dan schrijf je je volledige string. Print is dus de naam van onze functie en die naam is de naam van de variabele die we zullen gebruiken in de volgende oefening. Wat zal er dus gebeuren? Python mag je soms wel van rechts naar links lezen in plaats van links naar rechts. Je zal de doos gaan zoeken waar er op de zijkant staat naam. Die zal die openen en je zal zien dat daar een voornaam of een familienaam in zit. En die zal die inhoud van de variabele, die inhoud van die doos, zal hij printen naar het scherm, zodat gebruikers dat kunnen zien. Nu, we gaan dat nu gewoon eens uittesten. We gaan eens een variabele aanmaken, die voorzien van een beetje data, in dit geval een string met een naam, en we zullen dat resultaat printen naar het scherm. Een eenvoudige oefening die je kan oplossen met twee regels code. Dat zullen we doen op de Dodona-omgeving. En ik zal nu eventjes omschakelen naar mijn Dodona-omgeving. Alright, ik bevind me nu in mijn Dodona-omgeving. We zitten bij oefening 1, variabelen en strings. Wat wordt aan ons gevraagd? Maak een variabele met de naam naam. En print de inhoud van de variabele naar het scherm. In dit geval, voor deze oefening, moeten we de naam Alice, of Alice, printen naar het scherm. Dat is een heel eenvoudige oefening. We gaan eventjes de editor leegmaken. We gaan die stap voor stap uitvoeren. Ik wil dus de informatie, de naam Alice, inlaten in een variabele en die variabele heeft de naam naam. Naam. Wat gebeurt er hier? Hij zal een variabele aanmaken, hier de variabele naam, en hij zal daar iets inlaten. Het gelijkheidsteken staat in dit geval in Python-taal voor we gaan de data toekennen aan een variabele. De data in dit geval is Alice. Dus hier zullen we de naam Alice, dus een string, kan je herkennen aan de aanhalingstekens, inladen in de variabele genaamd naam. Daarna zullen we dat printen naar het scherm. Wat zullen we printen naar het scherm? Naam. Hij zal dus opnieuw die doos gaan zoeken in zijn geheugen, die doos openen en daarin zal hij vinden Alice. En hij zal dat resultaat printen naar het scherm. We kunnen dat eens uitproberen. Hier aan de zijkant kunnen we onze tab openen. En hier kan ik mijn code eens uittesten. Als ik deze run, dan print hij naar het scherm de naam Alice. Ik zal deze uitvoeren met enkelvoudige aanhalingstekens. Dan zie je het verschil. Blijft werken. Maar als ik aanhalingstekens begin te mixen, ja, dat vindt hij niet zo heel fijn. Dat zal niet lukken. Voilà, Alice naar het scherm. Mijn code klopt, ik heb gedebugged waar nodig, ik kopieer die naar Dodona en die kan ik hier uitvoeren. Belangrijk bij die Dodona-omgeving, wat je hier net gedaan hebt, is invullen. Dus ik heb de code ingediend. Als ik de code wil uittesten, gebruik ik hier dit zijkantvenster, dit zijvenster. En dan kan ik mijn code hier testen. Voilà, dat is mijn eerste oefening klaar. En nu kan je gebruik maken van variabelen, datatype string en de printfunctie. En gaan we zo naar de volgende oefening. En de volgende oefening zullen we de inputfunctie gebruiken, zodat wij als ontwikkelaars, als programmeurs, niet alles zelf in die code moeten invullen. Maar dat is voor de volgende video. Tot dan!